Goedemorgen! Het... Nou, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog, denk ik. Het is vandaag maandag. Zou je denken, huh? Ja. Wij zijn gisteren en eergisteren vergeten te filmen. Dus zeg ik hier, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal. En klik op het belletje, is een belletje heel erg fijn. En ik ben zoals altijd als je dit ziet... En het water ben ik met Alice. Vandaag wil ik... Oh nee, eerst mijn gezicht. Oh my god. Ik zit aan de antibiotica en dit is zo fijn. Echt, ik ben er zo blij mee. Dat is echt niet normaal. Nou, ik ga vertellen wat er deze week komt. Sowieso, donderdag is mijn vaderjaar. Dus gaan we het bootje varen. Zondag, Alice, ga ik op ponykamp. En als het goed is neem ik dan de GoPro mee. En we hebben ook gisteren de paklijst doorgekregen. Ik ben ook kleding aan het verkopen op Vinted. En Marktplaats ben ik ook dingen aan het verkopen. Ik ben Blondie en wie ben jij? Ik ben Blondie. Wij zijn de Blondies. We gaan naar Blondie toe. Yeah. Wij zijn de drie Blondies, de drie musketeers. We staan op dit moment van groot naar klein. Zo, ik ben hier samen met Francis en Boris. En Blondie. We hebben een Blondie pet. Ik ga vandaag op Boris rijden. Moeders. Oh. Hallo. Hij is niet scherp gesteld, dus dat mag je nog een keer zeggen. Is ik ga vrootje. We gaan iets doen waar we niet heel erg fan van zijn. We gaan dressuren. Maar nou, we gaan aquatraining doen. Nee, dat valt allemaal wel mee. Vandaag woensdag, toch? Dinsdag, maar dat goed. Dinsdag, de tijd gaat langzaam. Ik ga zondag op ponykamp en daarvoor heb ik natuurlijk de enige voorbereiding nodig. Dus ik ben als eerst naar een winkel toe gegaan en daar heb ik spullen gekocht voor de bonte avond. Namelijk, ons thema is neon. Dus wat ik heb gekocht, ik ga even jullie mijn set uitleggen. Ik heb nog heel erg staan te twijfelen, maar... Ik begin. Oh, dat is een L. Ach joh. Ik heb hier een witte, hoe heet dat nou? Een colbert. En daaronder doe ik deze roze glitter rok. Dan, het moet natuurlijk allemaal lekker gek zijn. Heb ik daaronder gele neon kousen. Moeder die moet ervan lachen. Dan heb ik voor in mijn haar ook de enige voorbereidingen. Ik wil dan twee vlechtjes gaan maken zo. En dan in de ene wil ik groen neonlint en in de andere roze neonlint. Dan heb ik nog niet genoeg in mijn haar, wil ik ook nog zo een haarband. Ik moet het me aan te kijken als ik gek geworden ben. Dat ben ik. Dan heb ik ook nog voor aan de zijkant zo neonstrikjes. En heb ik natuurlijk ook nog iets voor mijn armen nodig. Dus wil ik deze zo om mijn arm wikkelen zo. Ik wil ook nog een pet op doen. En dan heb ik zo. Tada. De pet. Ik weet niet hoe ik het allemaal voor elkaar ga krijgen. Waarschijnlijk ook. Oh, mijn zoon die gaat vermoorden. Die is dood. Nou, lijkt nog. Wil je even een doekje pakken? Waarschijnlijk gaat er toch nog iets veranderen, want ik wil ook nog mijn pet op, dus er komt nog iets. En ik heb hier twee Blondie petten. En die zijn als het goed is al weggegeven. Eentje die is op Insta gegiveawayed en de ander op YouTube gegiveawayed via de community. Dus deze die zijn voor een van jullie. Nu heb ik voor de bonte avond alle spullen. Maar ik heb nog niet voor ponykamp al mijn spullen. Nou, wel voor, dit is ook voor ponykamp, maar je hebt nog niet alle spullen voor ponykamp. Ik heb nog niet al mijn spullen voor ponykamp. En daarvoor gaan we naar de horstort toe. Dus tot bij de horstort. Ja jongens, we zijn in de TikTok Ranch NL. Nee. De meiden die gaan TikToks even opnemen voor... Ah!
de Horstor. En daar heb je op zijn minst 5 telefoons voor nodig. Tess moet alles goed instellen, want anders kan ik het dus niet. Oh. Goedemiddag dames. Kan ik iets voor jullie doen? Wij gaan op ponykamp. Dat leuk. En we hebben daar denk ik wel wat spullen voor nodig. Oké, wat heb je allemaal nog nodig? Heb je een halster? Ja. Eén of twee touwtjes? Ja. Heb je poetspulletjes? Ja. Heb je iets tegen de vliegen? Nee. Nee. Oké, nou, we hebben heel veel verschillende vliegensprays. En zeker, want waar gaan jullie naartoe met ponykamp? Brabant, denk ik. Ja, de Stroe. Kootwijkerbroek. Ja, daar heb je ook wel veel last van dazen. Ook voor jezelf. Nou, we hebben heel veel verschillende producten. Ik ga jullie één product dan meegeven. Die is gewoon heel fijn, ook tegen de dazen, maar kan je eventueel ook op jezelf gebruiken. Oh, dat is handig. Ja, dus dat is wel handig, toch? Dus dat is één. Dus daar beginnen we dan mee. Misschien ook wel, als het lekker weer is, gaat je paard natuurlijk zweten. Is het ook wel lekker om lekker af te spoelen na de lange ritten. Hebben jullie een shampootje, dat soort dingen? Nee, eigenlijk nog niet. Ja, lekker verfrissende shampoo voor je pony doen? Ja, handig. Ja? Okay, gaan we die kant op, gaan we even kijken. Heel veel verschillende shampoos. Maar wat bijvoorbeeld heel fijn is als het warm is en je paard niet heel erg getranspireert, is om een cooling wash te gebruiken. Ja. Je spuit je paard lekker af of je maakt een emmertje met lauw warm water. Lekker een scheut van de cooling wash erin en dan spont je hem helemaal af en dat hoef je niet meer uit te spoelen. Oh, dat is handig. Ja, dus dan of zo lekker wegzetten maar of even met een zweetmes. Niet bij de huid van de paarden nee, zitten? Nee, het is goed getest, heel veilig en het werkt echt heel verkoelend. Emmertje hebben jullie vast wel? Ja. Een spons, natuurlijk heel belangrijk. En een zweetmes. Ik heb hele leuke met glittertjes. Oeh, maar ik glitter. Weet niet of je van de glitters bent. Ja, roze met glitters. Die doen? Ja. Oké, en een zweetmes. Prima, dan hebben we dat. Wat hebben we nog meer nodig? Iets voor jezelf? Extra paar sokken? Extra shirtje misschien? Ja, misschien is het wel handig. Zullen we dat doen? Oké, gaan we daar even voor kijken. Denk dat jij wel al heel goed een damesshirtje XS of S aan kan. Ja. Dan moet je zelf maar even kijken wat je leuk vindt. En dan ga je gewoon even 2 of 3 shirtjes meenemen om te passen. Ik laat een beetje zien wat we hebben. Dan ga ik zelf even doorheen lopen. Bos, misschien vind je die al heel leuk. Heel? Ja, dat is goed. Dat valt ook lekker op. Streepjes, dat ziet ik dacht ook deze. En roze natuurlijk. Ja, die is ook leuk. Alsjeblieft. En wil je liever een polo? Want ik heb even ook nog een t-shirtje. Oh, misschien is een t-shirt. Is het ook leuk? Ja, neem deze ook mee. Oké, nou ga je even lekker passen. Zo, wij hebben alles voor ponykamp. En als jij op ponykamp gaat, wat neem jij mee? En doe onderweg steeds kijken. Kan ik de draf een beetje verruimen en weer terug aan de zit. Maar je hand en je been blijft wel hetzelfde rijden. In eigenlijk dezelfde goede houding wil je daar steeds die passen ruimer en die passen korter. Maar hij mag niet slom worden, want hier vindt het, dat voel jij ook in zijn hals. Hè? Ja. Zo, dus dan is je eigenlijk meteen ben je alle energie kwijt. Energie. Ja, liever dat je moet denken, ho ho vriend, niet zo hard. Als dat je hem het idee hebt dat je hem vooruit moet helpen. Ja. En ben daar meteen weer op voorbereid. Gebruik die energie. Maar door. Vraag maar door. Maar niet omdat je hem heen en weer vraagt. Maar omdat je eigenlijk 2 mondhoeken met evenveel druk naar beneden toe vraagt. Maar wel van hem verwacht dat hij zijn naveltje inhoudt. Dan komt hij omhoog en wordt hij sterk. Zal hij toch iets meer zijn navel in moeten houden. En al ben jij hem daar snel aan het maken met je been. Maar je vindt eigenlijk dat hij te hard gaat. Dan stop je niet met beengeven. Maar dan ga je een beetje trager licht rijden. Al ben jij heel druk met je hand en je been en dan gaat daarin te hard, omdat hij dat misschien makkelijker vindt. Dan kun jij, terwijl je hand en je been hetzelfde blijft doen, kun je daar gewoon langzamer gaan lichtrijden. Iets minder hard in je onderarm knijpen. Ja, ja, blijf die achterbenen naar voren toe rijden. Onder je die achterbenen naar voren toe rijden, ja. Ik heb net les gehad samen met Boris en dat ging echt heel erg goed. Gisteren hebben we eigenlijk een beetje aan dezelfde dingen gewerkt als vandaag. Waardoor ik het vandaag beter kon toepassen en waardoor we ook eerder klaar waren. Ik heb Boris afgezadeld, afgespoot, heeft even in het paddock gestaan. En nu heb ik Blondie opgezadeld. Ik heb Blondie niet zo... Het is een tijd geleden dat ik met haar dressuur heb gedaan. Of überhaupt in de bak heb gereden. Dus ik zit zo fijn op mijn dressuurzadel. Volle kracht vooruit. Zo, ja. En terwijl je dit doet en je vindt dat ze te hard gaan, dan kun je trager licht rijden. Maar je gaat niet minder met je benen. Je wil nog steeds dat ze daar haar navel een beetje mee intrekt. En daar is ze dan een merrie voor, hè, een beetje terug te duwen.
Zo, ja. Niet die hals weer buigen. Opletten. Been geven in plaats van terugtrekken. Zo, ja. Daar. Ja, zo. Ja, je gaat gewoon de discussie aan. En je blijft daar, je gaat niet de discussie aan met haar mondhoeken. Maar je houdt haar mondhoeken in verbinding en je gaat met je benen de discussie met haar buik aan. Ja? Ja? Twee teugels. Terug. Ze mag hier gewoon zitten. Terug. Ho. Ho is ho, hè? Zo. Ja, lange hals houden als je er zo aan moet hangen. Ho, maar wel je kuit aan de buik. Zo. Niet zorgen. Zo. En als ze hier ook sterk is, moet ze ook de navel meer inhouden, hè? Zo. Niet je hand omhoog. Hand laag. Hand naar beneden houden. Zo. Heeft ze de navel in? Alleen dan gaan ze de hals laten zakken. Kijk, ga ik je een keer laten voelen. Dat moet ze doen als je been geeft. Want dan kan die hals mooier zakken. Kom, is ze nog aan je been? Is ze nog aan het marcheren? Terug maar met je benen dan. Dan gaan ze de navel inhouden. Zo. Het is nog steeds dinsdag. Ik heb net hapjes gedaan. Ik heb les gehad met Blondie en Boris. Boris! Die ging echt super makkelijk. Ik ben zo trots op hem. Blondie! Die had er niet zo'n zin in. Die wilde nog geen vakantie. Wat een merrie is dat? Die haar navel niet inhouden en die werkte niet echt mee. Uiteindelijk ging het wel, maar het ging goed met Boris. Nee, goed gereden op Boris, ook goed gereden op Blondie. Alleen Blondie, die was nog in de vakantiemodus. Ja, Blondie dacht la 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 la. Oh! Dus toen hebben we even goed uitgelegd dat dat niet de bedoeling was. Is. Nu gaan wij naar huis toe. Morgen lekker vrij zijn. Morgen. Ik heb 2 dagen gewerkt. Ja. Morgen vrouwtje. Zie jij vrouwtje vrij, maar. Oh ja. Dat is ook wel leuk. Morgen ga ik een vrouwtje rijden. Donderdag is mijn vader jarig. Ja. En dan worden de paardjes verzorgd door Francis en Elisa. Ja. Misschien dat. En vrijdag. Misschien nog even een buitenritje of zo. Nee, want ik ga de rest van de week al buitenritje. Nee, ik wil een buitenritje met jou maken. Ja, met zullen we nog mee. Zaterdag nog even trainen, denk ik gewoon. Ja, en zaterdag ga ik ook al mijn spullen alvast inpakken. En dan zondag op ponykamp. Maar zaterdag en zondag, dat zien we hier volgende week. Dus, tot morgen. Het is vandaag woensdag. En wij gaan samen met Daan, gaan samen video's opnemen. En ja, nou, laten we daar maar een beetje beginnen. Loop voor. Alleen Daan is een beetje goed zien. Ja. Nee, hij zit. Oh, maakt niet uit dat hij scheef zit? Nee. Komt ie in 3. Ja, je hand weg dan. Ja. Oh, pony. Een diadeem, dit is het wat je in je haar doet als versiering van het hoofd. Ja jongens, TikTok time. Wij zijn klaar op de manege. Nou, niet klaar. Vanmiddag gaan we weer terug. Ga ik samen met Mur een TikToks opnemen. En dan ga ik Veroontje rijden. Tot zo. Omdat we de sleutels kwijt waren geraakt. Maar het is ook het einde van de week vlog. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal en druk op het belletje. Dat is een belletje, heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag zondag weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doeg!